فضلا وليس أمرا. ادعمونا بلايك للفيديو. Heeft van die heerlijke snelle stoot- en trapcombinaties. Ja, atleet. Hij is ongelooflijk explosief. Inderdaad, hij is korter van stuk, maar net een granaat. Als je het pinnetje eruit trekt en hij ontploft, dan zie je gewoon heel veel schade wat hij aanricht. Tekende zijn eerste Glory-contract op 21-jarige leeftijd. En heeft ook een hele speciale band met zijn trainer Khalid Chenouf. Werken al 17 jaar samen. En dan zie je de video's van ze en dan denk je, nou, dit is een prachtig duo. Zogari is 5 jaar jonger dan Esa Tenpau. De Amerikaan heeft een behoorlijk reachvoordeel van 15 centimeter. Double Z heeft meer ervaring. Winstpercentage is bij beide mannen imposant. Tenpau maar 1 keer verloren. Knockoutpercentage 50% voor Zakaria en 45% voor Esa Tenpau. Ja, om te winnen moet Zakaria Zoghari explosieve combinaties maken en veel druk zetten op Esa Tenpau. Verder moet hij bewegelijk vechten en acties uitvoeren uit alle hoeken. Esa Tenpau moet creatief vechten en daarmee dus variëren van wapens, hoofd, lichaam en niet vergeten de benen. Regels in de ring, 3 rondes van 3 minuten. Toegestaan zijn stoten, trappen en knieën. Ongeoorloofd ellebogen worpen en vegen. We werken met een 10-point must system. 3 knockdowns in de ronde en 4 in de wedstrijd. Het is afgelopen. Juryleden kijken naar deze criteria. Belangrijkste natuurlijk het aantal knockdowns. Ook de aangerichte schade. Tim Hughes met de officiële introductie. Zometeen. En dus een 10-point must system. Punt aftrek voor een knockdown. En na de ronde zien we dus de scores van de juryleden. Once again, ladies and gentlemen, this bout scheduled for 3 3-minute rounds in the featherweight division. Introducing first, fighting out of the black corner. This Florida Golden Gloves was named newcomer of the year last year. As a professional, 11 wins versus just 1 loss. 5 of those wins coming by way of knockout. He is undefeated in 6 prior glory appearances. Standing 5 feet 8 inches tall, 1.73 meters. He weighed in at fight time at 142.9 pounds, 64.8 kilos. Fighting out of West Palm Beach, Florida, USA. Ladies and gentlemen, here is Esa, the American Ninja, Tenpau. His opponent fighting out of the white corner, one of the great young featherweight talents in the world with uncanny power. As a professional, 32 wins, 5 losses, 1 bout scored even, and 16 career knockouts. At 5 feet 7 inches tall, 1.70 meters, he weighed in at 142.4 pounds, 64.6 kilograms. Fighting tonight out of Morocco, ladies and gentlemen, here is Zakaria Zoghari. And the referee for this contest is Atsushi Onare. Give it up. Okay, 3 minutes, 3 rounds, okay? The queen fight. Dit is een wedstrijd voor de kickbox fijnproevers. Spectaculaire atleten met veel onorthodoxe technieken in hun arsenaal. En een getergde Zakaria Zoghari. Hij wil die vedergewichttitel winnen. En dan moet hij dus eerst afrekenen met Esa Tenpau. Die American Ninja uit West Palm Beach, Florida. Vecht al zijn hele leven. Ja, ook Esa Tenpau is gebrand op de titel. En is er ook goed naar onderweg. Dus het is echt de contender fight wel te noemen. Meteen spectaculaire technieken. Zoghari maakt een draaikick naar het lichaam. Mogelijk dat hij die straks opvolgt naar het hoofd. Stapt goed in met een jab. Tenpau, vorig jaar gekozen tot nieuwkomer van het jaar in Glory. Heel veel indruk gemaakt. Laatste wedstrijd gewonnen van Bailey Sugden. Er was nog wel twijfel over het boksen van Tenpau. Hij hield zich heel goed staande tegen Sugden. En dat is ook
ouderwetse Engelse bokser. Ja, ja, ja. Nou, maar hier laat hij zien dat die trap in elk geval niks mis mee zijn. Hij maakt een hele gevaarlijke X-kick, zoals ze het in het Engels noemen. Komt die van boven. Met een heel als hamer op het gelaat. Hier is Zugari die voor het eerst explodeert. En meteen hard op het lichaam gaat en een gesprongen knie volgt. Laat nu niet meer los. Bijt zich vast. Zugari als een pitbull. Als hij eenmaal bijt, gaat die kaken op slot. En dan gaat hij ervoor. Tenpauw overleeft. Tenpauw maakt even kennis met een niveautje hoger in de ring. Misschien wel. Of dat hij even bij moet schakelen, een tandje. Maar op dit moment is het Zugari die de wedstrijd goed begint in ieder geval. Double Z, veel meer ervaring. Zij ook. We zijn allebei creatief. Maar ik ben veel bewegelijker en ik ben ook veel sterker. Tenpauw, groot fan van Bruce Lee. Dat laat hij soms ook wel zien met zijn trappen. Op dit moment nog niet succesvol geweest. Het is eerder Zugari die hier een succesvolle draaitrap maakt. Zoals ik zei, hij zal hem straks opvolgen omhoog. Dat doet hij. En hij raakt half de dekking van Tenpauw. Zugari, de agressor in de ring. Gelredome, 31.000 man. Dat moet toch ook wel indruk maken op Tenpauw. Spinning backfist. Double Z staat hier heel goed te vechten, Yusri. Ja, hele goede eerste ronde. Legt echt zijn wil op aan Tenpauw. Ik hoop voor Tenpauw dat hij de tweede ronde een tandje hoger aanzet. Je ziet Zakaria ook variëren. Gaat naar het hoofd, maar ook die stootcombinaties naar het lichaam. Ja, hij doet alles wat punten scoort. Ook vooral voor de Glory-regels. Hij zet druk. Hij doet speciale technieken. En hij wisselt veel af. Kijk die angles. Zugari, als hij aan de zijkant komt, weet hij ook nog goed aan te vallen. Eerste ronde zit erop. En het is een boeiende eerste ronde tussen Zakaria Zugari en Esa Tenpauw. Ja, er wordt op hoog niveau gevochten. Double Z komt uit Rotterdam. Staat bekend om zijn draaitrappen. Laatste wedstrijd was Glory 70 in Lyon en sloopte toen Abdella Esbiri. Ja. Die heeft er nog steeds nachtmerries over Zakaria Zugari. Ja, dat zou kunnen. Volgens mij ligt hij er nog. Esa Tenpauw, die American Ninja, dus nog ongeslagen in Glory Ring. Daarbij moet ik wel zeggen dat de tegenstanders niet van het niveau Zakaria Zugari waren. Dus een nieuwkomer van het jaar in 2018. Wat zien we hier, Yusri? Ja, we zien hier hoe Zugari eerst het lichaam bewerkt. Hij begon zijn explosieve combinaties naar het lichaam. En ook zijn eerste draaitrap was naar het lichaam. En vervolgens pakte hij het heel mooi op naar het hoofd. Bella, laat ons weten dat we beginnen aan ronde nummer 2. Een van de 5 Glory Girls vandaag aanwezig. Zugari meteen weer heel agressief. Oh, team hit combo van Zugari. Niet te geloven. Als een vechter een 4 hit combinatie maakt, is het al goed. Maar Zugari die maakt er makkelijk 10 en dan raakt hij het meeste ook nog eens. Harde low kick van Tenpauw op het been van Zugari. Antwoord meteen met een low kick terug. Alles wat Tenpauw doet heeft Zugari een antwoord op lijkt te doen. Lees de Amerikaan die hier er wel een draaitrap uitgooit. Ja, prachtige draaitrap. Wel half op de dekking van Zugari. Een applausje van Zakaria Zugari voor zijn Amerikaanse opponent. Dat is dan wel weer sportief. Zugari ook actiever en accurater. Zugari die luistert ook heel erg goed naar zijn trainer. Galit inderdaad uit Rotterdam. Een van de beste trainers. Misschien wel underrated. Maar Zugari volgt alles vlekkeloos op wat wordt gecoacht. Zo'n verschrikkelijk lieve man. Ja, ongelooflijk. Topper is dat. Ondertussen krijgt Zugari toch wel een harde leverstoot trap te verduren. En lijkt Tenpauw iets meer te groeien. Maakt hier een harde rechter direct op het gezicht. Het lijkt toch of Tenpauw nu de slagenwisselingen gaat winnen, Sander. Zie je dat? Begint wat actiever te worden. Scoort zijn punten.
En ook in de break is het Tenpao die de laatste stoot uitdeelt. Ja, ja, het is Ugari die nu eventjes terug moet naar zichzelf. Oh, hele mooie combinatie, maar iets te veel afstand. En straks nog Rico Verhoeven tegen Badr Hari. De wereldtitel staat op het spel. Minder dan een minuut nog in het tweede bedrijf tussen Ugari en Tenpao. Mooie counter van Ugari. Goed getimed. Ziet natuurlijk de draaiactie van Tenpao aankomen. Ugari gaat heel veel naar het lichaam. 21. Tenpao maar 2 voltreffers op het lichaam. 30 seconden nog. Wow, harde overhand right van Ugari. Weer goed getimed, want hij zag die linker van Tenpao vertrekken. En op dat moment gooit hij zijn eigen rechter eroverheen. En zorgt hij dat hij degene is die raakt. Constant vraagt de hoek van Ugari om low kicks. En de hoge trap. Ja, het is Tenpao die overleeft in de touwen. Hier vaak geraakt met stoten. Ugari laat niet los. Tenpao die houdt hem maar even vast. Totdat de scheidsrechters opbreekt. Nog een klein beetje gered door de bel. Esa Tenpao. Ja, daar leek het wel op. Gelredome. Helemaal uitverkocht. Voor de allereerste keer strijkt de Glory Ring neer in dit prachtige stadion. De thuisbasis van Vitesse. Maar nu het strijdtoneel van het grootste gevecht van de eeuw. Rico tegen Badr komt er natuurlijk aan. Hier de hoogtepunten uit de tweede ronde. Kijk eens naar die combinatie. Wat een combinatie. Ik zie bij jou ook een enorme glimlach op je gezicht. Ja, ik zit hier echt van te smullen. Die combinaties op het lichaam en dan weer naar het hoofd. Het is zo snel. Tenpao die ziet ze niet eens aankomen. Nou, deze zat er toch wel half op. En Ugari moet ook oppassen. Tenpao die blijft ook gevaarlijk. Niet voor niks dat hij 6 partijen ongeslagen is bij Glory. Toch die handen hoog houden, hè? Ja. Derde stanza. Ugari met de witte handschoenen. Tenpao met de zwarte. Double Z tegen de American Ninja. Glory Collision. Ugari wint ook ronde nummer 2. Dat betekent dat Tenpao minimaal een knockdown nodig heeft om nog een extra ronde uit te slepen en eigenlijk voor de knockout te gaan. Dit was tricky. Ugari moet niet te volbarig worden en erin te springen, want hier kreeg hij dus... hier. Ugari die raakt. Conditie is bij deze atleten nooit een probleem. Toch ook de agressie, hè, van Zakaria. Ja. Snap in zijn stoten en het variëren. Constant het lichaam blijven bewerken. Inderdaad, die agressie die combineert met timing. Net wanneer Tenpao wil vertrekken, dan gooit Ugari er wat uit. Net iets harder en iets sneller dan Tenpao. Waardoor Tenpao eigenlijk moet nadenken of hij nog wel wil gooien. Hier is Ugari die bloed ruikt. Van goede afstand vecht, ook al is hij de kortere vechter. Stapt steeds heel goed in en komt er dan weer uit. Zodat Tenpao niet kan antwoorden. En Tenpao toch ook wel even geraakt volgens mij. Tenpao die moet toch wel even oppassen inderdaad. Het publiek wordt gek. Zakaria die maakt ze nog gekker. En die gaat er weer op. Zakaria opgezweept door het publiek. Gaat erop. Laat de trap missen. En Tenpao duikt in elkaar. Vliegende knie van Ugari komt naar voren. Buitengewoon agressief. Tenpao weet niet meer waar hij het moet zoeken. Hij knijpt zelfs zijn ogen dicht als Ugari ook maar een stapje vooruit zet. Ugari staat te excelleren nu. Oh, prachtige techniek. Tenpao houdt zijn handen bij zijn hoofd. Minder dan een minuut nog. Esa Tenpao moet dus een knockdown forceren. Dat weet Ugari ook. Ugari weet het, maar hij laat het hem gewoon niet toe. Hij gaat er niet veilig op vechten. Nee, hij blijft het publiek vermaken. Ook al staat hij al 2 rondes voor. 2,5 ronde moet ik zeggen. Hier weer zo'n combinatie van Ugari. 4 keer op het lichaam en vervolgens naar het hoofd. Hoge trap, verlies zijn balans. Hoge trap moet eigenlijk inleiden.
Ja, klopt. Zugari hier weer mooi ingestapt naar het lichaam. Zit veel kracht achter zo'n jab. Hier een beetje uitdagen van Zugari. Ja, dit is hoe die Espiri knock-out sloeg. Toen zei ik, hiermee moet hij oppassen, maar ik slik mijn woorden in. Nog een prachtige combinatie van Zakaria Zugari. Gaat naar het lichaam en naar het hoofd. Zo, wat een prachtig einde van deze partij. Zugari doet me denken aan Gökhan Saki met die combinaties. Maar dan in het lichtgewicht. In het vedergewicht. Het publiek geeft een staande ovatie voor deze geweldige voorstelling van Zugari. Magnifieke performance van Double Z, Zakaria Zugari. De juryleden gaan naar Rotterdam. Vechten, nou dat heb je teruggezien, Jamal. Klopt, ik heb echt dat het publiek meeging. Het publiek was zo enthousiast. Echt niet normaal wat er hier gebeurt. Ja, het is ook wel een beetje een show, man. Ja, zeker. In een goede zin. Je ziet op een gegeven moment een applausje. Uit maand het publiek aan om te gaan schreeuwen en te doen. Hier zit het applausje. Nou, dat doet hij gewoon heel goed. Hij heeft hier Azatempaal gewoon gedeclasseerd. Azatempaal, Amerikaanse vechter. Ik ben niet altijd gecharmeerd van de Amerikaan. Zojuist hebben we gekeken naar echt een spectaculaire wedstrijd van Zakaria Zugari en Tenpao. En dit is de decision. Unanimous decision. Double Z, Zakaria Zugari. En zo is het maar net. Je bent weer terug bij Veronica, waar we toewerken naar het gevecht.